Later, als ik groot ben. Later, als ik groot ben, word ik burgemeester. Dat stond naast profvoetballer en leraar op mijn lijstje toen in groep 5 van de lagere school aan ons werd gevraagd wat we later wilden worden. Wie ik ben? Remco van Zuylen, 21 jaar. Ik studeer bestuurskunde aan de Universiteit Leiden in Den Haag. Woonachtig in Katwijk, een gemeente dichtbij Leiden. In de tweede klas van de middelbare school was ik op een middag op tijd thuis en besloot tv te kijken. Ik viel midden in een uitzending van het vragenuurtje van de Tweede Kamer. Mijn aandacht was getrokken. Vanaf dat moment wist ik het. Ik wilde iets met politiek gaan doen. Ik vind dat politiek moet draaien om het leven van mensen elke dag een beetje beter te maken. Ik zeg daarom wel eens, ik kan niets met mijn handen, dan maar met mijn hoofd. Denken en praten over hoe we samen Nederland mooier kunnen maken, is waar mijn passie ligt. Op mijn 17e meldde ik me aan bij de jongerenpartij van het CDA. Een partij die goed bij me past. Een christelijke partij, een partij die staat voor normen en waarden gebaseerd op de Bijbel, maar niet te streng in de leer. Ook de gezichten van de partij overtuigen mij. Jong en oud, man en vrouw. Een jaar later nam ik deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Helaas net 50 stemmen tekort voor een zetel. Maar ik ben er wel actief als burgerraadslid. Mijn studiekeuze viel op de opleiding Politicologie in Leiden. Dat was mijn plan A, mijn plan B en mijn plan C. Die opleiding heeft een numerus fixus. Maar daar kom ik wel doorheen, dacht ik. Tot mijn grote verdriet kreeg ik echter de uitslag dat ik was uitgeloot. Ik heb er toen een paar dagen flink doorheen gezeten. Wat moet ik nu? Gelukkig had mijn toenmalige vriendin de oplossing. Universiteit Leiden bood de studie bestuurskunde aan. Een studie met veel raakvlakken met politicologie en waar het ook draait om de grote maatschappelijke uitdagingen. Binnen de studie bestuurskunde zijn er drie richtingen. Ik koos de richting economie, bestuur en management. Kwesties over de juiste economische balans tussen vraag en aanbod staan centraal. Maar je ziet het ook terug in tal van maatschappelijke onderwerpen. De woningcrisis, de inflatiecrisis en ga zo maar door. Na mijn bachelor wil ik in ieder geval een master volgen. Maar welke? Dat zie ik dan wel weer. Als je al helemaal een uitgewerkt stappenplan hebt, is de kans veel groter dat het ergens misloopt of levert je het onwijs veel stress op. Waar de ene deur dicht gaat, gaat namelijk altijd een deur open. Daarom laat ik me niet zo snel uit het veld slaan. Een deur die onlangs voor me openging, was het bestuur van studievereniging BIL, waar ik voorzitter van mag zijn. Zo ontwikkel ik me verder op het geven en nemen van leiding, zorgen dat alles goed verloopt, leden met elkaar binden, maar vooral heel veel plezier maken. Tot nu toe heb ik van geen enkele keuze spijt. Voor mij spelen altijd twee vragen een rol. Zou ik het nu doen? En zou ik morgen hetzelfde hebben gedaan? Als ik daar ja op kan zeggen, dan weet ik dat ik op de goede weg zit. Welk advies zou ik nu geven aan die kleine Remco die zei burgemeester te willen worden? Blijf dromen. Durf soms op je bek te gaan, want zonder vallen sta je niet op. Niets is onmogelijk. Later als ik groot ben, word ik misschien wel burgemeester. Maar ik wil vooral van waarde zijn voor de mensen. Of dat nu als ambtenaar is bij een ministerie of bij een gemeente of heel ergens anders in het publieke domein. Geen concreet stappenplan dus. Maar als ik later groot ben, dan wil ik in ieder geval dat mijn talenten niet begraven zijn, maar juist verdubbeld.